Goedenavond, dames en heren. Ik ben Makeda, ja. En zoals altijd ben ik er weer met een korte uiteenzetting van mijn gedachten. Als je naar mijn berichten luistert, abonneer je, stuur mijn berichten door. Geef me een like, zodat ik weet dat je het leuk vindt. Maar je mag ook een dislike geven als je het niet leuk vindt. En natuurlijk is het zo dat we er nooit 100% eens met elkaar zullen zijn. Maar dit is in ieder geval een poging van mij om een bepaalde discussie op te starten. Vandaag wil ik het hebben over vergiffenis en rechtvaardigheid. Dus vergiffenis ten opzichte van rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid in die zin van justice. In die zin van ma'aat. In die zin van balans. Wij inheemse mensen van deze aarde, wij mensen van Twaalfulo, de oudste bewoners van deze aarde, als wij met onze God bezig zijn in meditatie of in gebed, vragen wij andere dingen dan mensen uit het Westen. In onze gebed richten wij ons anders tegen onze Schepper. De westerse mens, als hij in meditatie gaat, dan vraagt hij eigenlijk meer om vergiffenis als hij beseft wat de geschiedenis eigenlijk is. Als hij naar zijn richter gaat, dan vraagt hij om vergiffenis van zijn voorouders. Als wij in meditatie en in gebed gaan naar onze schepper, naar onze richter, dat aan jou, naar onze voorouders, de Winti's, want de Winti's zijn ook onze voorouders, want de Winti's zijn degene die onze natuur, onze kosmos bij elkaar houden. Zij waren de eerste die gemaakt zijn. En die waren aanwezig toen wij gemaakt zijn. Zij zijn onze voorlopers. Dus wanneer wij in gebed gaan en we gaan vragen en we gaan praten, we go kruderi, dan is ons gebed niet vragen om vergiffenis. Wij vragen om rechtvaardigheid. Wij vragen dat het recht wordt gedaan. Wij vragen om ma'aat, om balans. Omdat wij de tere zijn. Wij zijn de staart. En wij zijn niet de idde. En in de idde, in het hoofd, daar zitten de hersenen. Daar wordt gedacht. Daar gaan mensen in kruderi met hogere machten. Dus de westerse mens, de witman, de andere rassen, zij vragen om dat zij blijven in de positie waarin zij zijn, als idde. Dat zij degene zijn die deze aarde dragen en deze aarde brengen waar het moet zijn. En als we naar de aarde kijken waar het is, is het niet een plek waar wij willen zijn. Omdat wij de staart zijn. Wij zijn de futuboys. Dus het Westen vraagt om vergiffenis en wij vragen om justice. Wij vragen om rechtvaardigheid. Het Westen heeft spijt vandaag aan de dag. Moet boete doen voor wat zijn voorouders deze planeet en de oude culturen heeft aangedaan. Het Westen kijkt en vraagt om redding, redemption, om inkeer, dat ze vrij gekocht worden. Zij vragen om verlossing. Wij vragen om balans. Wij vragen onze God van wanneer ga je eigenlijk onze voorouders, het bloed van onze voorouders wat vergoten is, wanneer ga je ons eigenlijk recht aandoen? Op dit moment wordt onze wereld nog steeds geleid door mannen, regeringen, groepen die dwingend ons willen de weg wijzen, die dwingend willen dat wij hun denken volgen, dat we hun weg volgen, dat we hun wil uitvoeren. Dus eigenlijk kan je zeggen dat wij geen vrije wil hebben. Deze planeet heeft geen vrije wil.
deze planeet en zeker de oude culturen. Wij hebben nog steeds handboeien om. Wij hebben nog steeds ketens om. We zijn geboeid. Niet meer op de grove manier. Zoals ze dat in slavernijfilms laten zien. Maar eigenlijk toch nog wel. Want we zijn niet vrij in wat we willen. En wij kunnen onze destiny, onze zielendoelen, onze zielenpurpose, dat waarvoor we naar deze planeet zijn gekomen, kunnen we niet uitvoeren. Omdat deze planeet in een houtgreep is van eigenlijk barbaars denkende mensen. Waarbij het alleen maar gaat om macht en machtvertoon. De vraag is dan, hoe kunnen de slachtoffers en de slachters in dezelfde gebedhuizen zitten, dezelfde goden aanbidden, dezelfde winties vragen om begeleiding en dezelfde voorouders vragen om obstakels op hun weg te verwijderen? Doordat je twee groepen hebt, de slachtoffers en de slachters, moet je dus ook ervan uitgaan dat er twee stromingen zijn in deze wereld. Er zijn twee aanbiddingen, twee goden, twee gados. En het is wat het is, maar de slachter en de slachtoffer hebben niet dezelfde god en niet dezelfde bakamangs. En het is zo, en als je het wil erkennen of niet, dat de slachter en de slacht en het slachtoffer de wereld niet op dezelfde manier bezien. De wereld is anders voor het slachtoffer dan voor de slachter. Rechtvaardigheid, en dat is waar wij, kinderen van Katibo, kinderen met voorouders uit slavernij, want men zegt dat de mensen die de slavernij hebben meegemaakt, dezelfde mensen zijn die vandaag aan de dag nog steeds hun schepper aanroepen en vragen, wanneer Heer, wanneer, o God, zal ons bloed gewroken worden, wanneer zal je de wereld wijzen op wat ze ons hebben aangedaan. En rechtvaardigheid gaat samen met onze vrije wil. En de vrije wil is datgene waar ieder schepsel die uit de hemel komt en een ziel heeft gekregen, recht op heeft. Vrije wil. Dus eigenlijk en eindelijk zijn we in een tijdperk gekomen waarin we teruggaan naar het uitoefenen van onze vrije wil. Want in de afgelopen 2000 plus jaar is vrije wil eigenlijk de hele oude wereld, de oude culturen ontnomen. Bij de kruisiging van degene die ze Jezus noemen, wij zeggen Tatayau, Yeshaya, Yehawashai. Heel veel namen, want ieder cultuur heeft zijn eigen naam voor degene die wordt gezien als de Messias van deze wereld. En de Messias is degene die komt om de zonde van de wereld kwijt te schelden. Dus bij de omwerping van de oude culturen is de vrije wil van de aarde ontnomen. Er is een streep getrokken in de tijd. De oude wereld hield op te bestaan. En de Gregoriaanse kalender begon bij het jaar nul. En we weten, en al weet je het niet, je voelt het aan in je eigen ziel, diep in je kraai, in je voelt je aan dat het onderdrukken van een ziel een zonde is tegen de schepper zelf, tegen de schepping zelf. Het is een zonde van kosmische en universele niveau. Op dit moment is het leven op aarde aan het verschuiven van tijdperk van vissen en we gaan naar het tijdperk van waterman. Tijdens het tijdperk van vissen kwam de bestaande wereld terecht in een wereld van tirannie, dictatorschap, het volgen van mannen die niet rechtvaardig waren, despoten,
Bloeddorstige mannen die bloed vergoten voor roem, geld, wereldse schatten, stoffelijke zaken. En voor al dat bloedvergieten is vergiffenis nodig op kosmisch niveau. En de slachtoffers van wie het bloed werd vergoten, al deze oude, ancient volkeren, die ondergingen het, die werden vertrapt, die hadden geen keuze, ze moesten slikken, hun vrije wil werd hun ontnomen, ze raakten families kwijt, groepen, deris los, alles raakten ze kwijt, moesten op de vlucht slaan, werden verspreid, verkocht, werden weggehaald en de ene deel waar ze woonden om naar een ander deel van de wereld te gaan, om te werken. En het resultaat van hun werk moesten ze afstaan aan de mensen die hun in die dilemma had gebracht. Daarom zeg ik, wanneer het Westen bidt, vraagt het Westen om vergiffenis of ze vragen dat zij de Edemang blijven. Maar wanneer de mensen van deze wereld, de mensen van 12 voelen, onze mensen bidden, vragen wij om rechtvaardigheid. Vragen wij dat recht gedaan wordt aan al het bloedvergiet. Aan al het onrecht wat ons is aangedaan. Wij vragen onze schepper om ons te wreken, om balans te brengen. Want wij weten dat onze schepper een rechtvaardige God is. En dat ze Yippiemangs, de Winties, rechtvaardige goden zijn. En dat onze voorouders er nog steeds zijn om alle obstakels op onze weg voor ons op te ruimen. Zodat onze weg makkelijk te bewandelen is. Daardoor weten wij dat de God die wij hebben, het niet dezelfde God is als de God die het Westen heeft. Dus wij vragen verschillende dingen. En daarom zijn onze kerken en het doel van onze kerken niet hetzelfde. Dus het heeft geen zin voor Twaalfulo of voor Blakabuba om een christen te zijn. Om een protestant te zijn. Of om een Jehovah's getuige te zijn. Want anders geef je energie om degene die vergiffenis moet vragen aan de God van de kosmos. De God van al wat leeft. De schepper. Wij horen niet thuis bij de kerk van Rome. Ik ben Makira. Ja, stuur mijn video's door naar mensen die je kent. Geef me een thumbs up. En volg me.